Er is iets veranderd, denk ik, niet alleen in natuurlijk in de toegankelijkheid van de media, dat we makkelijker in de krant en meer in de krant lezen over de rechtspraak. Maar die burger, waar we het steeds over hebben, laten we die nog eens bij het gesprek betrekken. Dat is nu wel een hele andere burger dan 30, 40 jaar geleden. De samenleving stelt andere eisen op dit moment. De samenleving stelt andere eisen aan mij als hoogleraar. Mijn studenten stellen andere eisen aan mij. Als ik mijn college niet duidelijk uitleg of ik maak een tentamen wat niks met de stof te maken heeft, dan hoor ik dat terug. De burger van nu, die accepteert op het voetbalveld niet zomaar de autoriteit van de scheidsrechter. Die heeft er ook allerlei ideeën over. Ja. Maar die burger van nu, en dat is natuurlijk het belangrijkste voor vandaag, die stelt ook andere eisen aan die rechter. En dat betekent dus ook dat het idee van het gezag van die rechter, denk ik, fundamenteel veranderd is. Ja, dat is iets anders dan verminderd. Dus, daar ben ik mee eens wat je zegt. Nou, maar daar worden dus andere zaken worden dan belangrijk. Dus als we uitgaan van een soort gezagsgetrouwe burger, dan zou ik zeggen, daar hoort een soort mythisch gezag bij. Even mijn punt afmaken. Een soort mythisch gezag bij waarbij de rechter zich, nou ja, met enige afstand achter zijn toga verschuilt en zich achter de formele procedures optrekt en een zekere afstand tot die burger houdt. Ik denk dat dat niet meer past bij deze tijd. Ik denk dat diezelfde burger die dat niet meer accepteert van mij als hoogleraar of van die scheidsrechter, dat die ook van die rechter nou wil weten, overtuig mij nou eens van dat je mijn gezag verdient. En dat betekent dus dat zo'n zaak waar ik mee begon, dat die 20 jaar geleden misschien heel anders beoordeeld werd dan nu. Ja, en wat daarbij komt kijken, denk ik dat ook die als we het daar al over eens zouden zijn, ook die 65% die nu zegt, ik heb vertrouwen in de rechter, daar moet je voorzichtig mee zijn. Want ik denk dat ook diezelfde 65% denkt, maar nu moet je het ook laten zien. Ik heb allerlei kritiek over de rechtspraak. Ik wil misschien nog wel mijn vertrouwen uitspreken, maar dan wil ik er wel wat voor terugzien. Dan wil ik wel zien dat hij dat waarmaakt. En dat is echt anders dan een paar jaar geleden.